Welkom. We gaan vandaag de pH berekenen van twee verschillende oplossingen van salpeterzuur en azijnzuur. We beginnen gewoon bovenaan. Salpeterzuur, HNO3, is een sterk zuur. Kan je opzoeken in Binnenstabel 49. De formule om salpeterzuur op te lossen, HNO3 en water, wordt H3O plus en NO3 min. Wat is belangrijk hieraan? Salpeterzuur is een sterk zuur, dus dit is een aflopende reactie. Dus we weten dat het hele salpeterzuur oplost en uiteenvalt in ionen. We lossen 3,2 gram per liter op en we willen weten wat de pH is. Daarvoor moeten we weten wat is het molecuulgewicht, molaire gewicht van HNO3. Dat is 63,0, 13 gram per mol. Dat kan je natuurlijk ook in je binas vinden. Die twee delen we op elkaar en dan hebben we 0,0508 mol per liter. Dus wat is de pH? Nou, het is een aflopende reactie. Dus waar we hiermee beginnen, eindigt als H3O plus concentratie en natuurlijk ook als nitraatconcentratie. Maar dat bepaalt niet de pH. Dus willen we weten wat de pH is van een sterk zuur, dan nemen we daar gewoon een minlog van en dan eindigen we met een pH van 1,29. Waarom heb ik die 29 onderstreept? Het aantal decimalen in je pH is belangrijk voor de significantie. Ons laatste significante cijfer is die 3,2 gram. En daarmee is het significante cijfer staat op 2. En de regel is dat het aantal decimalen in je pH dan ook 2 moet zijn. Dus niet die 3 in totaal, maar 2 decimalen. Oké, dan gaan we naar de volgende. Het zwakke zuur, azijnzuur. Ook een paar dingen. We lossen ook gewoon weer 3,2 gram per liter op. Ook weer een molaire massa is licht bij elkaar. 60,053 gram per mol. En we moeten hier de KZ weten, de zuurconstante. En die kunnen we natuurlijk ook in onze binas opzoeken, 49. Ja, 1,7 maal 10 tot min 50. Heeft geen eenheid. We lossen dit op, dit zwakzuur. Azijnzuur en water is een evenwichtsreactie. Het is belangrijk dat we dat onthouden. En het is een evenwicht met de H3O plus ionen. En natuurlijk het negatief geladen ion dat dan overblijft van het azijnzuur waarmee we begonnen waren. CH3CO-. Om de pH te weten, ja, of te kunnen uitrekenen, moeten we weten wat is de H3O plus concentratie. Daar hebben we een aantal dingen voor nodig. Ja, ik zet eerst een paar dingen op een rij. Dit is HZ, dit is mijn zuur. Dit is dus azijnzuur. Dit is mijn H3O plus concentratie. En mijn negatief geladen ion, wat ik overhoud in mijn oplossing. Ik begin met 0,053. Dat had ik hier uitgerekend. Ik begin hier met 0. En met geen H3O plus ionen. Zonder enige Z-min ionen. Z-min is dus de afkorting voor CH3CO-. Wat verandert er? Nou, ik noem dat X. Ja? Een onbekend hoeveelheid van mijn azijnzuur lost op in ionen. En een deel blijft gewoon, het is een zwak zuur, blijft gewoon als azijnzuur opgelost in dat water. En ik moet dus weten hoeveel is dat deel. Dat noem ik dus X. Dus er gaat een X van mijn HZ af. En mijn concentratie H3O plus noem ik dan X. Er zijn een paar dingen die ik dan even netjes heb opgeschreven. Die X die aan de ene kant bijkomt, die moet ik hier afhalen. Dus uiteindelijk in mijn evenwichtssituatie is mijn oplossing CH3, of mijn concentratie CH3COOH is 0,053, waarmee ik begonnen ben, had ik uitgerekend, min X. En H3O plus is X. Nou, dan kan ik een evenwichtsvoorwaarde opstellen. KZ is H3O plus concentratie keer de Z min concentratie gedeeld door mijn zuur waarmee ik ben begonnen. Dit schrijf ik dan ook netjes op, ja, in de stoffen waarmee ik aan het werk ben. En dan ga ik ze invullen. H3O plus CO3. H3O plus concentratie was mijn X. CO3 CO min is ook mijn X. En mijn HZ is de 0,053 waarmee ik begonnen ben, min X. En daar heb ik die constante, de zuurconstante voor nodig. Dus dan hou ik deze formule over. X keer X gedeeld door 0,053 min X is 1,7 maal 10 tot min 5. Daar laten we de ABC-formule op los.
om x uit te rekenen. Er komt maar één x uit die geldig is in scheikunde, want het negatieve x, daar kunnen we natuurlijk niks mee, is 9,4 maal 10 tot de min 4e. Die x is dus ook mijn H3O plus concentratie. En als ik die hetzelfde uitreken zoals hierboven, ja, de min log van neem, dan kom ik op een pH uit van 3,03. Twee decimalen ook weer, ja, hetzelfde regel als hierboven, want mijn minst aantal significante cijfers is dit getal. Is mijn antwoord logisch? Ja, ik heb een sterk zuur en een zwak zuur opgelost. Zelfde molecuul of zelfde massa's, maar met een iets grotere concentratie is deze. Maar toch, omdat het een zwak zuur is, heb ik een lagere pH. Oké, dus dat is logisch. Het is altijd goed om aan het eind van je berekening even te checken of je antwoord klopt. Sterk zuur, zwak zuur, ja. Veel oefenen. Ja, gebruik oefentoetsen en gebruik natuurlijk je huiswerkopgave. Dan gaan we een volgend filmpje gaan we verder met een tweewaardig zuur. Hoe rekenen we dat uit? Ja, je kan al vooruit klikken. En er zijn andere video's die je van mij kan zien voor scheikunde, maar ook voor biologie. Heel veel succes!